Hallo, KelFam. Mijn naam is KelFam, a.k.a. KelFam. Deze hele maand is het KelSam. We gaan weer beginnen. Als deze video 4000 likes haalt binnen 24 uur, dan komt er morgen weer een nieuwe video. En als dat gebeurt, dan gaan we weer feest vieren. Man, vandaag wordt het leuk, man, bro. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Zoals ik zei, moet deze video 4000 duimpjes omhoog halen binnen 24 uur. Anders komt er morgen geen nieuwe video. Dus like de video sowieso. En abonneer op mijn kanaal en volg me op Instagram. Want ik ga bij jullie thuis langs voor een meet and greet. En om daar kans op te maken, als je dat wil, dan moet je even geabonneerd zijn op mijn kanaal en me volgen op Instagram. Want ik ga via Instagram daar aankondigen hoe dat dan precies gaat. Ademen. Dankjewel. Ten eerste wil ik even zeggen dat KelFam, you're the best. KelFam is de beste familie van de hele fucking wereld. Ik heb net, we zijn de eerste week door van KelSember. En ik zie gewoon de intense love van iedereen. Ik zie de intense support. Gewoon iedereen is hyped, iedereen is blij. Mensen kijken alle video's, join de KelFam, man. Abonneer, oké, let's go, let's get it. Serieus, het is echt, ik ben zo blij gewoon door al dit. Ik mag zulke leuke dingen allemaal doen. Vandaag ga ik weer wat leuks doen. Hey, I'm ready. I am ready. Man. Ik heb een aantal maanden geleden een serie gemaakt op RTL Concentrate Bold kanaal. Dat is een hartstikke leuk kanaal met allemaal mannen dingen. En ik heb daar een soort van clown uitgehangen. Dus ik heb het hartstikke gezellig. Ik heb Instagram gemaakt. En dat is een serie waarin ik eigenlijk interviews ging doen met eigenlijk dames van Instagram. Die knap en populair daarop zijn. En echt typisch van die Instagram chicks. Die zo foto's maken met sapjes als promo. En zo gewoon zo fit girls en zo. En zo van allemaal van die dingen doen. En zo. Ja, het is eigenlijk heel normaal. Het is toch leuk. Mensen maken leuke foto's, maar ze hebben een soort van stigma, een soort stereotype. En het leek ons leuk om een interviewserie te maken over dat we ze eigenlijk gewoon helemaal naaien. Gewoon echt helemaal voor schut zetten. Dat was het plan. En ik heb mezelf ook heel erg voor schut gezet, maar ik heb hun ook voor schut gezet. En eigenlijk heb ik een soort van Instagirls geroast. En dat noemden we Instagrill. En Instagrill was een hartstikke leuke serie. 6 dames heb ik geroast. Heel kort, zo ging het er een klein beetje aan toe. Je kan er dan de hele dag naar kijken. Instagram! Waar kom je precies vandaan? Rotterdam. Rotterdam. Ja, een stukje kreef. Rotterdam. Ja, dat was. Er zijn dingen gebeurd in die studio. Het is niet normaal. Het is echt. Ik ben ook zo trots op ons. Ik ben trots op Peter. Peter heeft allemaal geregisseerd. Deze gast liep de hele tijd vlees te bakken. Hij heeft inktvissen, octopussen, burgers, kippen, rauwe kip. Weet ik veel wat. Liep gewoon de hele tijd te grillen. Hij was de grillmaster. Hij was de grappigste. Hij was grappiger dan ik. Oké, ik was een soort van de hoofdpersoon. Maar hij was eigenlijk grappiger. Ik ging helemaal stuk om die gast. En ik mocht eigenlijk niet lachen voor op beeld. Dus de hele tijd als hij een fucking leuk ding deed, deed ik echt zo. In ieder geval, ik heb in die serie 6 dames geroepen. En ik wil van tevoren iets zeggen, namelijk, ik heb die mensen van tevoren niks verteld. Ik zei die dames, weet je, we gaan een interview doen, ik ga een paar grapjes maken en that's it. En vervolgens kwamen ze in een soort van de meest ongemakkelijke situatie ooit. En achteraf, en dat wil ik erbij zeggen, hebben we heel goed gepraat met elkaar, was hartstikke gezellig en ben ik eigenlijk gewoon met iedereen cool en is het hartstikke leuk. Maar het leek mij echt leuk, jezus, ik gebruik echt vaak het woord leuk ineens gewoon de hele tijd. Leuk, leuk, leuk. Vind jezelf leuk, 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 genoeg, vind jezelf leuk. Dat is niet even leuk. Het leek mij zeer plezant om die dames eens een keer op te bellen. En het is lastig om iedereen natuurlijk op hetzelfde moment te krijgen. Dus ik kan niet alle 6 de dames bellen. Het is wel jullie bro's dat ik gewoon al die 6 chicks gewoon bel en zo. Maar hey, dat is lastig man bro. Ik zal je eerlijk vertellen, dat is niet makkelijk. Hey, 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 hey. Maar ik ga er 3 bellen vandaag. Maar ik heb gisteren al een andere gebeld. Ik heb even een FaceTime gesprekje gehad met Jamie en dat ging zo. Hopelijk neemt ze op, hopelijk neemt ze op. Kom maar, kom maar. Hallo! Hey! Hallo! Hoe is ie? Goed, hoe is het met jou? Goed, goed. Ik heb net mijn wimpers gedaan gelukkig. Zo, wat zie je er spetterend uit zeg. Potverdorie Jamie. Ja? Ben je al aan het filmen? Ik ben al aan het filmen. Alles kan en zal tegen je gebruikt worden. Ja, ik heb het gewerkt. Hoe gaat het ermee? Ja, goed. Ben je er een beetje bovenop gekomen in de afgelopen maanden? Ja, zwaar hoor. Ik voel een kleine twijfel. Nee. Het viel best wel mee, al die reacties. Wat? Ja, er zijn wel een paar, dus ik dacht, oké. Zoals? Oh, ze is echt lelijk en ze is op Instagram veel mooier. Wow, ja. Ja, dat is wel. Maar ik zeg, ik vond ook heel veel
positieve reacties. Echt wel dat mensen zeiden, oh, ze is best wel knap, ze zonder make-up. Oh, oké. Okay. Nou, dat is toch leuk om, dat lijkt me leuk om te horen. Dat zegt ze nou nooit over mij. Ik draag het nooit. Je ziet er best goed uit. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil eventjes de kijkers ook vertellen. Iedereen vraagt natuurlijk af, hoe is dat gegaan? Jij ging naar de studio toe en verwachtte iets. Maar kun je, wat verwachtte je? Ik ben wel benieuwd, want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik vond het zo raar. Wat dacht je dat er zou gebeuren dan? Nou, ik dacht, ik krijg een briefing van wat je gaat vragen. Dat kan ik me een beetje voorbereiden. En ik vroeg ook echt, krijg ik nog een briefing? En niemand zei gewoon niet. Toen dacht ik echt, nou, word ik in de zeik genomen of zo? Die van jou was ook best wel heftig, want we hadden dat vuurwerk en die vechtpartijen. En je ziet jouw hoofd soms. Maar het is toch echt tijd om te zorgen dat Kelvin's pick, dames en heren. We willen heel graag... Kelvin's pick bedanken voor deze. What the fuck is dit? What the fuck? Hey! Maar ik heb daar echt gezeten en gedacht, waar ben ik in beland? Echt. Wat fantastisch. Wat zeiden mensen in jouw omgeving toen ze het hadden gezien dan? Ja, die zeiden echt, Jim, wat is dit? Wat is dit? Dus hij, maar echt zo van, maar wist je dit dan niet van tevoren? Zei ik, nee. Ik wist het echt niet. Super grappig. Ik samen met de vriendin kijken. We hebben echt zo in de deuk gelegen op mij. Om mijn hoofd gewoon. Oké, okay, nou, superleuk je weer even te spreken. Yes. Hopelijk gaat alles goed met je. En ik zie je eventueel ooit weer. Yes. Oké, okay. Bye bye. Doei Jamie. Doei. Bye. Nou, wat een lieverd zeg. Wat een lieverd. Mensen, ja, zij was wel super lief. Sowieso, al die chicks waren gewoon echt lief. Gewoon allemaal. Alleen in die video's zijn ze gewoon een beetje, zet ik ze een beetje neer als soort van retards. Maar in het echt waren ze allemaal echt super cute. Ook Jamie super lief. Oké, okay, de volgende die ik ga bellen is Kaylee. Kaylee heeft... ja, dit was top. Dat was de eerste opname die we hadden die dag. En er waren fucking... er waren octopussen die door de studio heen vlogen. En zij snapte er echt... Ah. Hey! Je wordt gefilmd. Alles wat je zegt zal tegen je gebruikt worden. Oh, shit! Hey, hoe is het met je? Ja, goed met jou. Ja, gaat hartstikke goed. Ik ben half dood, maar voor de rest gaat het goed. Hoe is het sinds, de opnames? Vind je me nog aardig of niet? Ik jou wel. Alleen heel veel van mij heen, jou niet. Echt niet? Nee, man. Waarom niet? Ze zeiden allemaal tegen mij dat je heel gemeen voor me was. Echt? Maar ik ben helemaal niet gemeen. Nee, daarom. Dus ik moet mijn gedrag een beetje gaan goed. Ja, nee, dankjewel daarvoor. Nee, dat was ook wel het... Dat vond ik zelf... Kijk, oké, we hadden jouw video was als allereerste, hè, op die draaidag. Het was echt gewoon... We hadden geen betere eerste kunnen hebben. Jij hapte overal op en dat was fantastisch. Ja, maar het was wel zo... In het begin had ik het niet echt door. En op een gegeven moment dacht ik van... Hé, wacht even. Ik word lijpjes zijn genomen. Dus toen ging ik meedoen. Ja, precies. Maar op een gegeven moment, ik had een grap geschreven van je moet Kelvin zoenen of zo. En toen dacht ik, oké, gaat ze toch nee op zeggen. En toen zei ik ja. Wil je zoenen met mij? Ja, kom door. Nee! Nee, nee, nee. Zoenen me op. Nee. Nee, nee jongen, ik heb die dag zoveel dingen in mijn mond gehad, dit is niet oké. Okay. Ja. Ja, maar dat was het allereerste, want ik moest nog naar huis, hè, en ik rook gewoon naar Fris. ik zat gewoon in die bus en ik rook gewoon naar Fris. Ik denk, nee, dit kan niet, dit is ochtends. Hoe voelde je toen je de aflevering terugkeek? Vond je het grappig of vond je het ongemakkelijk? Heb je het alleen teruggekeken of heb je het met mensen gekeken? Nou, toevallig kwam toen net een vriendinnetje van mij in mijn huis lopen, dus we hebben het een soort van samen gekeken. Oké. Okay. Maar ik vond mezelf echt mooi. Dat okay. De eerste. Dat is goed. Dat is belangrijk. Dat is echt belangrijk. Ja. Maar ik vond het zeg maar niet ongemakkelijk. Maar misschien omdat ik weet ben of zo. Heb je er volgers bij gekregen? En heb je nog rare DM's gekregen van guys sindsdien? Ja, heel veel. Echt heel veel. Ik kreeg zeg maar heel veel reacties van dat ze mij wel zouden doen. Vooral. Ja. Dat zie ik wel als een compliment. Ja, moet je ook heel veel reacties over. Omdat ik zeg natuurlijk dat ik net zo net ben als Kylie Jenner. En ja. We know because we see this. En ik krijg dus heel veel reacties van waarom zeg je dat je zo net bent als Kylie Jenner? Omdat je zoveel botox in je gezicht hebt. En ik denk van ja. Ja, dat is de joke.
Oké, ik ga ophangen. Ik vond het leuk je even te spreken. I love you, see you later. And thanks for everything. Oké. Bye bye. Doei. Oké, de volgende die ik ga bellen is Lisa. Ik denk dat ik met Lisa het meest soort van kon levelen. Omdat zij was zeg maar oprecht best wel intelligent. En op een gegeven moment had ze ook gewoon door. Het is gewoon helemaal een debiele grap. En toen ging ze in één keer heel soort van volwassen doen. Echt een beetje zoals een grote volwassen vrouw. Zo van ja, weet je wel. Achteraf dacht ik, het is niet helemaal gelukt bij jou. Ik dacht, oké, jij hebt gewonnen. Dat is letterlijk wat ik dacht. Hey. Hola. Ik moet natuurlijk beginnen met het feit dat je er wederom zoals altijd fantastisch uitziet. Dank je. Dank je. Alle complimentje kun je even in je zak steken. Met wat voor gevoel heb je de video teruggekeken? Nou, ik was zo benieuwd, want ik weet niet, maar toen ik die opname had gehad, ik was echt tegen mijn collega en zei van, wat was dit? Ik zei, heb ook dat ik gemist, maar was er allemaal aan de hand? Ik verwacht niet eens, zei, we gaan een soort van interview doen. Ja. En toen viel er allemaal rauwe kippen op me. Wat vind je van blanke mannen? Leuk. Het is tijd voor Kim. Kut. Wil jij die weghalen? Okay. Ja, maar er zitten allemaal bacteriën op, hè, eerlijk. Dat is niet goed, hè. Moet je niet in je mond krijgen. Oké, we gaan niet wel. Barbecue met de naakte. Yep. Dus ik een soort van bevatten van wat is dit allemaal? Yeah. Ik vond het wel leuk. Oké, dat is belangrijk. Ja, weet je, ik heb ook achteraf... Ik sprak net iemand die zei, ja, maar mensen in mijn omgeving vinden jou niet meer zo aardig. Want die denken dat je allemaal zo'n onaardige gast bent. Oh, nee. Was het bij jou ook zo? Hebben mensen tegen jou... Nee, ja, de wat oude generatie, die snappen de grappen niet zo. Nee. Want ik heb het gevoel van mijn moeder, die vol kan lachen. Ja. Maar de wat jongen, die zijn maar helemaal lyrisch. Ja, die toch? Jou ja, dat is super grappig. Ik vond het ook echt super mooi. Hé, hey, had jij een vermoeden of zo van tevoren? Wat er ging gebeuren of niet? Nee, ik ga me interviewen. Ik had zelf verwacht, weet je, ik ga me een beetje belachelijk maken over mijn billenfoto's en mijn bikini zelf en al die ellende. Dat had ik wel verwacht, maar ja, dan weet je van tevoren als je daar komt. Ja, precies. Maar de rest eventjes niet. Dat ik een hondje moest doodschieten, dat had ik even niet verwacht. Oh ja, je moet een hond doodmaken. Lisa, 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 nee, dat gaan we niet doen. Lisa, Lisa. Oh, en het leek in de video alsof ik dat ook echt had gedaan. Ja. Wat vond jij van mij tijdens de opnames? Want achteraf waren we natuurlijk best wel gezellig gewoon gepraat en zo. Ik vind jou wel leuker in echt dan op die opname. Ik vind je nu een hele leuke jongen. Ja. En toen je de opname zag, dacht ik van, gestorven ben jij? Dat is het spel, toch? Oké, dus ja. Tijdens de opnames dacht je echt wat een rare gehad. Maar de achteraf dacht je, ja. Ja, maar dat is ook logisch toch? Geen goed idee. Ja, oké. Leuk voor de tip. Ja, we spreken elkaar. Oké, dankjewel. Bye bye. Doei doei. Lisa van Kaart. Oké, Kelvin. Ik wil nogmaals de dames bedanken dat ze mee wouden doen. Ik vind jullie super sterk, super coole, mooie vrouwen. Ga ze allemaal volgen. Dit zijn al hun Instagrams. Blablabla. Doe wat je wil, mensen. Vergeet de video niet te liken, want bij 4000 likes binnen 24 uur op deze video komt er morgen weer een nieuwe video. Dus dat zou sowieso nice zijn. Abonneer op mijn kanaal, volg me op Insta. En dan zie ik jullie later weer. Hey, Kelvin.